Eeni van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Achter het Nieuws. Vandaag praten wij over het, zeg maar de economische diplomatie. En we hebben te gast de minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking. En het regeerakkoord 2020-2025 is opgetekend dat er een transformatie moet plaatsvinden bij onze diplomatieke missies. En de minister zal ons alles hierover vertellen. Dit is Achter het Nieuws. Vanavond hebben we te gast minister Albert Ramdin. Hij zwaait de schepter op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking. Minister, goedenavond en welkom in deze aflevering van Achter het Nieuws. Dank u wel, Cedric. Ja, we kennen eerst het ministerie van Buitenlandse Zaken. En deze nieuwe regering is gekomen. De president geeft aan van nee, er moet een naamsverandering komen. Het is nu geworden Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking. Minister, in welk kader heeft deze naamsverandering plaatsgevonden? Het is een enorm belangrijke vraag, aan het begin zeker van zo'n interview, om goed te begrijpen wat het ministerie is en wat zeg maar het mandaat is, wat de opdracht is vanwege de president of vanwege de regering, Santokki Brunswijk. Kijkt u, normaliter ministeries van Buitenlandse Zaken houden ze bezig met twee specifieke taken. Eigenlijk de politieke relaties met buitenlandse relaties, mogendheden, het kunnen internationale organisaties zijn. En ten tweede de diplomatieke verhoudingen tussen de landen en alles wat daaromheen zit. Dat is enorm belangrijk, dat moeten we blijven doen. Want we weten dat vandaag aan de dag je als land niet alleen staat op die wereld. Je zit in een omgeving, je zit in een wereldomgeving, dus je moet relaties onderhouden. Dat is enorm belangrijk. Het kost geld, maar het is enorm belangrijk om het te hebben. Anders isoleer je jezelf van die hele wereldsamenleving. Het hele economisch systeem in de wereld is met elkaar verbonden. Dus wij moeten onderdeel zijn daarvan. Dus Buitenlandse Zaken is enorm belangrijk, maar het moet wel een functie hebben naar wat belangrijk is voor ons als land, als in termen van economische ontwikkeling en investeringen en bedrijfsleven aantrekken enzovoort. Dus vandaar ook international business. De focus is nu heel sterk bij het ministerie dat international business centraal staat in onze buitenlandse politiek, ondersteund door de politieke en diplomatieke activiteiten die we ondernemen vanwege buitenlandse zaken. Maar het is evengoed belangrijk dat het ondersteund wordt door internationale samenwerking. Vandaar die derde poot. En die derde poot is eigenlijk wat we noemen de soft diplomacy, waarbij je eigenlijk het land promoot, waarbij je culturele samenwerking aangaat. We hebben mooie diversiteit in het land, zoveel etnische groepen, hoge mate van tolerantie. We hebben zoveel religieën, zoveel talen, lekker eten. Dat is een ingang naar die internationale gemeenschap. Dus daarom staat international business in het midden, ondersteund door de politiek-diplomatieke kant en natuurlijk het promoten van ons land. Daardoor zullen wij in staat zijn een stukje daadwerkelijke economische diplomatie, zoals u het noemde, uit te voeren. Ervoor te zorgen dat wij niet alleen gerespecteerd worden als land, maar ook worden gezien als een land waar het goed investeren is. Mm-hmm. Er wordt aangegeven dat er een transformatie moet komen op die diplomatieke missies. Er zouden vertegenwoordigingen van het bedrijfsleven, het VSB, het ASFA, plaatsnemen op zulke missies, zodat ze dat die poot van economische diplomatie kunnen trekken. Hoe staat het met die gedachtegang, minister? Kijk, dus wat we hebben afgesproken is dat het bedrijfsleven vanaf het begin betrokken is bij international business. Voor het eerst hebben we op het ministerie een advisory board, een business advisory board, dat bestaat voor 85%, 90% uit vertegenwoordigers van verschillende segmenten van het bedrijfsleven. Dus de vertegenwoordigers van agrarische organisaties, vertegenwoordigers van VSB en ASFA. We hebben de grote maatschappijen daar. Dus het is een groep van personen die inzicht heeft in hoe ons bedrijfsleven functioneert, maar ook in wat we nodig hebben. Dus Business Advisory Board is een soort klankbord voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, voor mij, om te weten van gaan we in de goede richting, welke ideeën zijn er nog enzovoorts. Ja. Maar daarnaast hebben we international business die gaat twee poten hebben.
Eén poot gaat zich bezighouden met export Suriname. Dat is het promoten van het Surinaamse product. Mm-hmm. Meedoen aan tentoonstellingen, internationale beurzen en al dat soort dingen. Mm-hmm. Nieuwe markten opengooien, nieuwe markten zoeken. En ik denk dat we dat met succes kunnen doen als we daarop focussen. Maar daarnaast hebben we dan, en dat is het grotere gedeelte, dat is FDI Suriname, Foreign Direct Investment Suriname, waar we dus Foreign Direct Investment zullen zien als het voorportaal voor investeerders naar Suriname. Wat er gaat gebeuren is dat individuen, dan wel bedrijven, dan wel organisaties die bereid zijn om Suriname, zeg maar, een economische activiteit te financieren, dan wel zelf te ondernemen, dat ze via het portaal gescreend worden. We willen natuurlijk hele zuivere bedrijven hebben met een goede reputatie. Er wordt veel aangeboden aan investeerders op dit moment. Een groot deel daarvan is dubieus. Wij willen ervoor waken dat wij niet overspoeld worden met zaken of met personen die eigenlijk niet door die screening zouden komen. Mm-hmm. Dus we hebben een systeem waarbij ze door een drie traps screeningsproces gaan. Ten eerste moeten ze alle informatie verschaffen, hun jaarrekeningen enzovoort, zodat we weten dat we te maken hebben met bona fide bedrijven. Ja. Ten tweede gaan ze door een toetsing wat betreft de ontwikkelingscriteria van het land. We weten waar Suriname naartoe wil, in termen van productie, welke sectoren. Als een investeerder komt en zegt van ik wil hier zeg maar een nucleaire plant opzetten, dan zullen we waarschijnlijk zeggen nee, daar hebben we geen behoefte aan. Weet u? Dus het moet wel passen binnen de ontwikkelingsfilosofie van het land. En de derde toetsing is het meest belangrijke. Dat heeft te maken met wat we noemen due diligence. In detail nagaan of dit bona fide bedrijven zijn, financieel, qua reputatie, qua ervaring, qua hun performance in andere landen, zodat we weten dit zijn goede bedrijven. Pas dan geven ze toestemming om verder te praten met lijnministeries of technici enzovoorts. Dus dat is een meer professionele aanpak, is een nieuwe aanpak. Dat gaat FDI Suriname doen. We zijn zover dat we met FDI Suriname de investment policy paper binnen een paar weken gereed hebben. En dan gaan we FDI Suriname formeel launchen. Dat zal de president doen. Mm-hmm. Dus wat ik wil aangeven is dat in de economische diplomatie, en om antwoord te geven op die eerste vraag van u over de rol van het bedrijfsleven. Als het bedrijfsleven bereid is personen af te staan die in het buitenland als commercieel attaché op de missies die we hebben, gestationeerd kunnen worden, het liefst op hun eigen kosten, dan kunnen zij die rol vervullen om ons zeg maar te assisteren in het aantrekken van potentiële investeerders. Maar we zijn ook gaan werken aan een stukje training. Dus we hebben ongeveer 20 Surinamers een eerste fase van een opleiding laten volgen in commerciële diplomatie, als commerciële attaché. En ze gaan nu een meer praktische ervaring opdoen door bedrijven in Suriname te bezoeken. Dus een groot deel van hun zal worden gestationeerd in het buitenland op de missies die we hebben. En we gaan meten. We gaan moeten meten of ze inderdaad in staat zijn het geld dat we investeren in hun op die missie terugverdienen in de vorm van investeringen. En dat moet mogelijk zijn. Dus ik hoop dat we op die manier daadwerkelijk kunnen aantonen aan het Surinaamse volk dat onze buitenlandse dienst, ons buitenlands apparaat, zichzelf terug kan verdienen. Mm-hmm. Zoals ik op reis ga nu, dat wil ik wel meegeven. Ik kom uit het bedrijfsleven, maar lange tijd ook in de diplomatie. Ik probeer zo goed mogelijk te meten of wat ik doe wel resultaten oplevert. Op de reizen die ik tot nu toe heb ondernomen naar Nederland, naar Amerika en zo, kunnen we zeggen dat we in feite een bedrag van ongeveer 25 miljoen US dollar hebben kunnen binnenbrengen, losmaken, dan wel ter beschikking hebben gehad. Nou, zo meet je. En wat kost zo'n die paar reizen? Misschien 20.000 US, maar je hebt 25 miljoen binnengehaald. Zo gaan we meten of deze commerciële attachés en ook de ambassadeurs daadwerkelijk doen wat we van ze verwachten. Ja, dat is een hele hap, minister. Maar om concreet te zijn, als we praten over FDI Suriname, dat moet nog gelanceerd worden. Maar hoe zal dat in de praktijk moeten gaan werken? In de praktijk, zoals ik al zei, want we zijn al met het traject bezig. FDI Suriname hopen we tegen eind maart te launchen als een instituut, als eigenlijk een NV, mm-hmm. als een commerciële entiteit, waarbij
een website er is, waarbij er veel social media wordt gebruikt om informatie over Suriname te verschaffen, de sectoren, de wetgeving. Alle informatie hopen we dat we daar hebben, zodat iemand die geïnteresseerd is in Suriname niet hoeft te bellen, niet hoeft te schrijven, maar gewoon op die website kan gaan. En dat wordt nu gebouwd en we zien dat we meer partners krijgen. Die informatie gaat er zijn. Wanneer ze besluiten om hier naartoe te komen, dan wel een voorstel in te dienen, dan gaat het beoordeeld worden volgens het traject wat ik eerder aangaf. Ja. Maar we hebben aan de andere kant hebben we KKF, we hebben Investuur. Waarom nog een FDI? Ja, dus laat me daar heel duidelijk over zijn. KKF heeft specifieke verantwoordelijkheden voor bedrijven die reeds gevestigd zijn hier of die zich gaan vestigen. Dat stukje werk, in termen van de registratie van bedrijven die hier opereren, dat komt pas wanneer de bedrijven besluiten hier te investeren. Ja. Er is een voortraject. Ten aanzien van Investuur kan ik heel kort zijn. Investuur zal geliquideerd worden. En we gaan dus met FDI Suriname een breder pakket aan diensten aanbieden. En een meer professionelere aanpak in termen van beoordelingen. Ja. Ja, nu bent u niet de minister die moet aangeven wat met die personeelsleden zal gebeuren van Investuur. Investuur heeft maar 2 personeelsleden op dit moment. Ja? We nemen ze beide over. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dan hebben we dat ook gehoord, minister. Ja. Maar om verder te gaan, u heeft aangegeven hoe de regering invulling wenst te geven aan, zeg maar, economische diplomatie. De president praat vaker over een kapitaal dat naar Suriname moet komen om Suriname te helpen om uit die economische financiële crisis te geraken. U bent daar al, zeg maar, een aanvoerder om invulling te geven aan dat stukje beleid. Maar aan de andere kant hebben wij, ik zal het maar niet noemen kritiek, maar hebben we mensen die een beetje angstig kijken naar die case en geven aan van luister nou, het probleem van Suriname, althans van ons buitenlands beleid, is dat er geen sprake is van continuïteit van beleid. Gewoon vanwege het feit dat wanneer een andere regering komt, alle goede afspraken die waren gemaakt, blijven liggen en er worden andere afspraken gemaakt. Nu bent u aan zet, minister. Hoe kijkt u naar dat stukje? Nou, laat ik dit zo zeggen. Puur politiek gesproken hoop ik dat deze regering niet voor 5 jaar zit, maar voor 15 jaar zit. Laten we daar duidelijk over zijn. Dus dat zal de continuïteit zijn. Ja, ja. Dus ik laat het aan het volk over om dat te bepalen. Mm-hmm. Maar dat is mijn visie. Ja. Maar het is een belangrijke issue dat je regeringen hebt die in staat zijn centraal te stellen het belang van het land. Ja. En niet het belang van de politiek. Het gaat om regeringsoverstijgend beleid. Kijkt u, over 4-5 jaar gaan we beginnen met olie-exploitatie. Ja. Het kan niet zo zijn dat het beleid met betrekking tot olie en gas zich zal beperken tot een periode van 5 jaar. Dat kan nooit goed zijn. Dat gaat ons slecht geen voordelen opleveren. Dus wij gaan ervoor moeten zorgen dat we met z'n allen in Suriname, oppositie, coalitie, voor, tegenstanders, allemaal wel over eens worden hoe gaan we met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan. Ja. Niet voor de komende 5 jaar, niet voor de 10 jaar, maar voor de komende 30 jaar. Ja. Zo werkt die wereldeconomie. Als je die zekerheden niet kan geven, dan gaan bedrijven ook een beetje twijfelachtig zijn omtrent onze intenties. Ja. Dus hier praat ik over, niet vanuit een politieke opvatting, maar ik praat over beleid. Sommige beleid moet regeringsoverstijgend zijn. En wees u ervan overtuigd, ik heb niet zomaar zo voor de grap gezegd, 15 jaar. We hebben wel de visie, we hebben de intentie, maar je moet natuurlijk wel in het zadel zitten om dat te kunnen uitvoeren. En ik denk dat we daartoe zeker in staat zijn. Er is veel te doen, er is veel in te halen. Ik wil 1 ding wel melden nog, want ik denk dat dat ook de focus is van in ieder geval van mijn activiteit op dit moment is, je kunt, hoe aantrekkelijk je ook bent als land vanwege je economische hulpbronnen, vanwege je natuurlijke hulpbronnen en de aantrekkelijkheid en de zekerheden die je biedt, geen enkel bedrijf zal graag willen investeren als er geen politieke stabiliteit is. Mm-hmm. En dat heeft te maken met hoe kijk je aan tegen democratie, waarden en normen, mensenrechten, politieke rechten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Mm. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Dus wij zijn nu ook op dat stuk, en dat is buitenlandse zaken,
bezig met een inhaalslag om onze reputatie wereldwijd beter te maken. Waarom zegt u dat zo, minister? Omdat was dat niet eerder het geval? Dat was niet het geval. Op basis waarvan zegt u dat? Nou, ik denk dat we situaties hebben gehad. Ik hoef er niet te diep op in te gaan. We weten allemaal waar we over praten. De reputatie van Suriname was niet gediend met de, het leiderschap wat er was beschadigd. Of het percepties waren van corrupties. We weten dat er corruptie is geweest. Dat soort dingen helpen land niet. En ik moet nadrukkelijker bij zeggen, het hoeven maar enkele individuen te zijn, maar het schaadt wel het hele land. Alle Surinamers worden erop aangekeken. Het grootste deel van ons volk is vreedzaam en rustig en saamhorig. Het zijn een aantal van de personen die het verpest hebben voor ons. Dat is een inhaalslag die we moeten plegen. En het lukt aardig. Ik hoorde mensen thuis al zeggen, maar waarom praat die minister? Want corruptie heb je overal. Haast elke regering hebben we corruptie gehad in Suriname. Corruptie is er, ja. Maar het gaat erom dat je een bestuur moet hebben, ja, die wel de pretentie heeft om corruptie aan te pakken. Ja. En die zelf onderdeel wordt van die corruptie. Mm-hmm. Helaas. Er zijn genoeg instrumenten in Suriname om corruptie aan te pakken. Ja. Het gaat om de guts te hebben om die instrumenten te gebruiken. Ja. Want dat is niet... Het kan niet zo zijn dat enkelen zichzelf rijk verdienen, terwijl het gros van het volk moet struggelen, moet een heleboel opofferingen moet plegen. Dat kan nooit goed zijn. Ja. Ongeacht van welke politieke partij je komt. Het kan nooit goed zijn. Dus wij moeten werken naar een situatie waarbij dit land, daarom zei ik, dat dit land wordt gezien als een respectabel land. Ja. We hebben issues gehad met drugs, illegale drugshandel. We praten over smokkel, we praten over corruptie, we praten over groot bedrijfsleven in het buitenland die ons nu vertelt, ja, we hebben niet geïnvesteerd omdat er onfatsoenlijke aanbiedingen werden gedaan of vragen werden gesteld. Dat kunnen we niet hebben. Ja. Maar ik wil daar ook niet te lang bij stilstaan. Ja. We hebben een andere visie, we gaan eraan werken, oprecht en integer, en dat is wat de wereld wil zien van Suriname. Ja, dat is wat de nieuwe wereld wil zien van Suriname, om het maar zo te zeggen. Want we hebben ook kijken aan tegen een pandemie. Heer minister die de gehele wereld in de ban heeft, in de greep heeft. Als we kijken naar, laten we eerst beginnen met Nederland. De president heeft aangekondigd dat hij, ook in deze aflevering, maar het was onze eerste aflevering van het jaar, heeft de president aangekondigd van, luister nou, wij zijn ready, wij gaan naar Nederland, we gaan... De afspraken die eerder zijn gemaakt, gaan we finaliseren met premier Rutte. Nou, we hebben een discussie gehad. Premier Rutte, het kabinet 3, die is gevallen. Waarom moet Suriname nog, of waarom gaat Suriname nog naar Nederland om te praten met een premier die dimissionair is? We hebben verschillende meningen gehoord, minister. Maar als we indachtig houden dat we een groep mensen van 380.000 Surinamers hebben in Nederland. En dat we vanuit, zeg maar, de diaspora veel kunnen halen om Suriname te helpen om te geraken uit de financiële economische crisis. Dan is de vraag concreet, minister, wat houdt het bezoek van onze president concreet in wanneer hij naar Nederland gaat? Het bezoek, wanneer dat ook zal plaatsvinden, want ik wil u wel dit meegeven, nu dat het bezoek zal worden uitgesteld, ja, vanwege de nieuwe COVID-maatregelen, vanwege de aanscherping. Het bezoek gaat plaatsvinden. Wanneer dat ook mogen zijn, zeker na de verkiezingen in Nederland. Waarom het zo belangrijk is, één is omdat we voor meer dan 10 jaar eigenlijk, voor rondom 10 jaar, een relatie hebben verwaarloosd dat zo belangrijk is voor Suriname. En zo belangrijk voor Suriname vanuit het oogpunt van de historische verhoudingen, wat we er ook over mogen denken, het is een realiteit. En de realiteit heeft erin geresulteerd dat we daar inderdaad honderdduizenden Surinamers hebben, met toch nog een feeling voor Suriname, de diaspora zoals u het noemt. Maar daarnaast zien we Nederland ook als een soort van springplank naar Europa. Dat is ook de bedoeling. Het is belangrijk omdat de wereld, wanneer ze praten over Suriname, dan kijken ze ook naar Nederland een beetje van wat denkt die Nederlandse regering ervan over bepaalde ontwikkelingen. Zoals vele andere landen eerst kijken van hoe zijn je relaties met de Verenigde Staten.
Het is nou eenmaal, het internationale systeem werkt nou eenmaal zo. Ja. Dus het hebben van goede relaties en het bevestigen van die goede relaties, weliswaar op basis van respect voor elkander en jezelf niet vergeten in die relatie. Daarom zeg ik altijd, het Surinaams belang, politiek, economisch, moet voorop staan. Ja. Dat is enorm belangrijk. Dus dat bezoek naar Nederland is om die relatie op een hoger niveau te tillen. Dus op regeringsleidersniveau, politiek om wat goede afspraken te maken, verder te bevestigen de technische bijstand en de technische samenwerking die er moet zijn tussen de beide landen. Er is een hoogambtelijk bezoek geweest en daar hebben we heel wat afspraken gemaakt. Maar belangrijker nog is het bezoek aan de gemeenschap. Mm-hmm. President Santokki heeft altijd enorm goede banden onderhouden met de Surinaamse diaspora in Nederland. Het is denk ik een gelegenheid om die gemeenschap aan toe te spreken, maar ook een beroep op hun te doen dat ze dat enthousiasme dat ze hebben op dit moment vanwege de nieuwe regering, om dat te vertalen in concrete ondersteuning. Ze doen al veel, maar ik denk dat er veel meer gedaan kan worden. Ja. Minister Vivi heeft u aangehaald dat het belangrijk is voor Suriname, zoals men Suriname ook kent. We zijn vreedzaam, we zijn vredelievend. Maar als we nu horen dat we, althans als we kijken naar de meningen, met betrekking tot social media, en moeten vernemen dat men aangeeft van ja, deze regering wil Suriname weer plaatsen in handen van Nederland. En dat Nederland voor ons moet gaan bepalen. Anno 2021 hoort dat niet meer zo. Mensen zijn een beetje huiverig, minister. Kunnen we stellen dat deze regering en met u als spits in het buitenlands beleid, dat het geval zal zijn? Luistert u nou. Ik ben een Surinamer en mijn eigen waarde als Surinamer is veel belangrijker dan welke historische verbondenheid of relatie dan ook. Ja. Kinky Dinky is belangrijk hier. We moeten een keertje af van dit soort vooroordelen over onszelf. Het moet ophouden te zijn dat we niet in staat zijn onszelf te zijn, in welke relatie dan ook. Dat we blijkbaar om een of andere vreemde redenen ondergeschikt zijn en dat we door anderen gebruikt gaan worden. Uh-huh. Ik ben niet van die generatie. Ik zal het ook nooit toelaten dat het zou gebeuren. Uh-huh. Dus wij moeten een beetje meer vertrouwen hebben in onszelf. En dan gaan we dingen bereiken. Uh-huh. En dat mis ik wel veel. Ik ben niet bereid op te geven ons Surinamer zijn, omdat er iemand anders waarschijnlijk het gevoel heeft of het gevoel geeft dat we minder zijn. Dan ligt het probleem bij mij, want ik ga dat niet toestaan. Mm-hmm. En zo in de buitenlandse politiek, ik blijf het zeggen, het Surinaams belang telt in de eerste plaats. Mm-hmm. Het betekent niet dat je een goede relatie kan onderhouden, maar het moet gebaseerd zijn op wederzijds voordeel en op wederzijds respect. En ik denk dat we in die richting moeten. We moeten naar de toekomst kijken op basis van onze eigen kunnen, op basis van onze eigen wensen. Maar de aspiratie moet er zijn. Ja. En nog belangrijker is dat we die kracht moeten demonstreren dat wij zelf in charge zijn. En dat zal de toekomst voor ons moeten bepalen. En wij gaan die toekomst bepalen. Ja. Dus ik maak me nooit druk over wie met mij praat. En mensen trekken conclusies van, oh, je gaat terug in het systeem. Nee, dan zijn die mensen waarschijnlijk toch nog in het verleden blijven steken. Ja. Helaas. Dat is wat minister Albert Ramdien aangeeft. Dat mensen die nog denken van hey, Suriname gaat weer in handen van Nederland. Dan zijn ze ergens blijven steken in de tijd. Dat zegt de minister van Bibis. Wij pakken even een break en we zijn zo dadelijk bij u terug. Wanneer we zullen vervolgen met het gesprek. Want we hebben het over de economische diplomatie van Suriname. Hand on the wheel, got my pistons pumping. We'll be right back.
Welkom terug bij deze aflevering van Achter het Nieuws. We praten met de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. En dat is minister Albert Ramdin. En het onderwerp van vanavond is de economische diplomatie. Heer minister, we hebben gesproken over de ontwikkelingen op het ministerie. Als we praten over de drie verschillende poten, BUSA, Internationale Business en Internationale Samenwerking. We hebben een beetje gesproken over de diaspora, maar nu willen we ons richten op dat gedeelte waar de president heeft aangegeven van luister nou, Suriname, we moeten onze diplomatieke posten gaan evalueren en we moeten kijken wat rendabel is voor Suriname en wat niet rendabel is in deze case moeten we dan aan gaan sluiten of de posten worden opgedoekt of de posten worden anders ingezet. We willen graag van u weten, minister, wat de stand van zaken met betrekking tot dat gedeelte is. Nee, het is inderdaad wat de president zegt, is uiteraard correct. We zijn al geruime tijd bezig een evaluatie te maken van de buitenlandse missies die we hebben. We hebben 17, als ik het goed heb, buitenlandse missies bestaande uit ambassades. Ik dacht 13 ambassades en dan nog 5, 6 consulaten-generaals. Dat is niet veel in de wereld, want dat betekent dat je nauwelijks 10% van de wereldgemeenschap bereikt. Maar er zijn andere methodieken om de wereldgemeenschap te bereiken en interessante, voor ons interessante landen een relatie mee aan te gaan. Dus door middel van honorair consuls die hier zijn voor die landen en onze honorair consuls in het buitenland. Dus het is niet zo dat we wat dat betreft geïsoleerd zijn. Uiteraard hoop ik dat we op termijn in staat zullen zijn, wanneer het duidelijk is dat we daar financieel gewin bij hebben, om de juiste missies op de juiste plaatsen te zetten. Die evaluatie is gaande nu. We hebben de eerste fase van de evaluatie gehad, voor wat betreft de algemene oriëntatie. De tweede fase is dat we per missie in detail gaan kijken wie zit er daar, hoe lang zitten ze daar, wat is hun performance geweest, hoe hebben ze gepresteerd. En dan gaan we kijken hoe belangrijk is een missie in een bepaald land. Niet alleen in zo'n land, maar ook in de landen waar ze mede geaccrediteerd zijn, waar ze mede verantwoordelijk voor zijn. Die exercitie wordt nu gepleegd. Vanaf volgende week gaan we één voor één de landen bespreken. Het is inderdaad zo dat de eerste evaluatie erop wijst dat het misschien mogelijk is om de bezetting, zoals u zegt, in sommige missies te veranderen, op een lager niveau te brengen, minder mensen. Uiteraard ook het ministerie van Buitenlandse Zaken moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. We hebben een enorm overheidsapparaat. Alhoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen bestaat uit 338 personen, is een van de kleinste, zo niet de kleinste ministerie. Mm-hmm. Dus als je zelf per hoofd van van wie werkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken, weet ik dat we een enorm grotere bijdrage leveren, als je zo uitdrukt in kapitaal. Maar desalniettemin, wij gaan ook een bijdrage leveren. Wij kunnen efficiënter werken. Wij moeten ook heel serieus kijken naar wat zijn onze prioriteiten. Dus op grond daarvan, op grond van die criteria, gaan we dus nagaan welke missies zo snel mogelijk moeten worden ingevuld, welke missies gedownsized moeten worden. En indien op termijn het nodig is sommige missies te sluiten, vanwege ook de mogelijkheid om informatie- en communicatietechnologie te gebruiken, dan zal dat ook gebeuren. Ik denk met name op termijn moet het mogelijk zijn om eigenlijk alle consulaten-generaal, de posten die in Amsterdam zijn, Miami en in Curaçao en in Belém en in Frans-Guyana, om die te sluiten. Want je kan dan sluiten. Okay. Op termijn. Niet nu. Okay. Want we zijn nog niet ready, zowel thuis niet als in het buitenland. Mm-hmm. Maar wanneer we beter gebruik maken van ICT, dan moet het mogelijk zijn alle aanvragen voor visa, alle aanvragen voor documenten, de functies die de consulaten-generalen vervullen, dat die gewoon elektronisch worden gedaan. Mm-hmm. Dan heb je geen fysieke aanwezigheid nodig. Mm-hmm. Misschien op sommige missies nog een kleine consulaire dienst, maar dat is op termijn. Ja. Dus die visie is er wel. Op dit moment gaan we kijken dus welke bezuinigingen we kunnen doorvoeren. Maar we gaan niet vergeten dat de belofte is gemaakt dat we daar personen gaan plaatsen die inderdaad een stukje meerwaarde gaan opleveren voor Suriname in economische zin, maar ook in politieke zin. Ja, daar wordt gesteld dat de
diplomatieke missie in Venezuela wordt opgedoekt. Is dat waar? Nee, ja? we gaan de diplomatieke missie in Venezuela niet opdoeken. Uh-huh. Het is best mogelijk dat het wordt gedownsized, uh-huh. Om zoveel andere redenen. Maar in ieder geval, voorlopig sluiten we geen missies, voor zover ik het op dit moment kan overzien. Oké. Dat praat dan over de regionale integratie, minister. Directe partners van Suriname in de regio, Brazilië, Guyana en nog een paar andere landen. Hoe zit Suriname ervoor? Nou, kijk, wij gaan eigenlijk en dit moeten we goed beseffen. En wederom, de tijdslijn is niet 5 jaar, het is 30, 40 jaar. Ja. Wij gaan een hele bijzondere periode in waarbij we met Guyana en Suriname waarschijnlijk over een 5, 6 jaar tot een van de rijkste landen in de regio gaan behoren, vanwege olie en gas. Ja. Er gaat een enorme interesse zijn, politiek, qua veiligheid, maar zeker qua investeringen in het land. We zien ook dezelfde trend in Brazilië, waarbij Brazilië ook een toename ziet van olie- en gasfondsen enzovoorts. Venezuela is op dit moment in problemen als het daar stabiliseert. We hebben Frans-Guyana, die eigenlijk onderdeel is van Europa. Dus ik zie een toekomst waarbij deze 4, 5 landen wel degelijk in staat zijn goede afspraken te maken, strategische afspraken over het gezamenlijk beheren van dit gebied. Mm-hmm. Sommige mensen noemen dat de Guyana Shield, ja. Het is eigenlijk ruimer. Ik zie een nieuwe economische zone ontwikkelen in Noordoost-Zuid-Amerika. Met een Frans-Guyana, met een Suriname, met een Guyana, een deel van Venezuela, het noordoostelijk deel van Brazilië. Nou, dat zijn nieuwe tendensen. Dus in termen van integratie zie ik dat soort subregionale momenten wel groeien. En voor wat betreft de relatie met Guyana, u weet dat is al op een hoger niveau getild. Met Frans-Guyana zijn we nadrukkelijk bezig. De vaste oeververbindingen zullen tot meer uitwisseling resulteren, maar ook veel meer goederenverkeer. Dat is allemaal belangrijk voor ons. Wij gaan ervoor moeten zorgen dat we in staat zijn aan die behoeften te voorzien. Ja. Guyana en Suriname in CARICOM-verband gaan waarschijnlijk de trekkers moeten worden van het hele regionale systeem, het CARICOM gebeuren. Wij gaan dus serieus moeten praten over wat is de toekomst van CARICOM? Wat is het doel van CARICOM? 60 jaar toen het werd opgericht, had het een ander doel. Maar nu, in deze wereld van COVID en na COVID, gaan we moeten kijken, wat is de betekenis? Waarom investeren we in dit soort regionale verbanden? Maar dat is in de regio. Precies. Als we dat even parkeren, minister, we komen daarop straks terug. Als we even blijven inzoomen op de relatie Suriname-Guyana. Nou, dan is er een case waarover we moeten praten en dat is de grenskwestie. Want menigeen geeft aan, ja, er worden een heleboel afspraken gemaakt met Guyana, maar er wordt niet gedurfd, openlijk gedurfd om te praten. Er wordt niet openlijk gedurfd om te praten over die grenskwestie met Guyana. We weten dat er missies zijn, althans groepen zijn die onderling praten, vanuit Surinaamse zijde, vanuit Guyanese zijde, om te praten over deze case. Wat is de stand van zaken, minister? Wat is voortgevloeid uit de gesprekken die reeds al zijn gevoerd? De relatie tussen Suriname en Guyana is een hele volwassen relatie. Mm-hmm. Het is niet gebaseerd op emotie en sentimenten. Ja. Bekijkt u het van deze perspectief en misschien is het dan ook dichter bij huis. U woont in een straat, u heeft een grens en er is een maaienboom ergens en die komt op uw terrein en het creëert heel wat problemen, er zijn disputen, er zijn conflicten erover. Dat is op één deel van het terrein. Ja, de vraag is van wie zijn die maaiers? Dat is één vraag. Mm-hmm. Gaan we daar met elkaar leven continu door ruzie over te maken, mm-hmm. of gaan we proberen een oplossing te vinden? Mm-hmm. Gaan we proberen de realiteit die we hebben in deze wereld van vandaag onszelf arm houden, ja. Of gaan we samenwerken om iets beters ervan te maken? Dit is de visie die we hebben. Ja. Wij willen werken naar een positieve agenda, een agenda waar een stukje vooruitgang mogelijk is voor beide landen. Dat er een probleem ligt in het zuiden van Suriname, dat Tigri heet. En ik laat me duidelijk zeggen, wat mij betreft is Tigri van Suriname. Uh-huh.
oké, Guyana denkt er anders over, we hebben onze eigen visie. Maar het betekent nog niet dat dat een obstakel moet zijn voor die verdere samenwerking. Ja. Dat is volwassenheid. Mm-hmm. Het betekent ook dat we politiek realistisch zijn, dat we dat ook niet moeten vergeten. We zijn ook niet gek. Mm-hmm. Dus we gaan alle problemen oplossen op het juiste moment, met de juiste technieken. Er is een grenscommissie, die heeft een bepaald mandaat, die gaat ons helpen. En kijk, uiteindelijk zijn er zoveel andere systemen in de wereld waar het mogelijk is grensproblemen op te lossen. Ja. Wij zijn niet het enige. Er zijn 200 grensproblemen op het westelijk halfrond. Mm-hmm. En integratie, de samenwerking, wordt mede daardoor beperkt op het zuidelijk halfrond, in Zuid-Amerika. Ja. Dat kunnen we niet hebben. Mm-hmm. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we daar heel smart en heel duidelijk over zijn, zonder onszelf weer te verliezen. Wij weten waar we staan. Okay. Dus eigenlijk hoor ik u met zoveel woorden zeggen, luister nou, er is inderdaad een grenskwestie, dat beamen we en dat weten we ook. Maar we laten ons niet weerhouden vanwege die kwestie, maar we kijken naar het grote plaatje. Absoluut. Ja. En dan gaan we terug naar CARICOM, minister. U zegt Suriname en Guyana moeten een voortrekkersrol gaan vervullen in CARICOM. Maar dan is de andere vraag, we weten dat de grootste investeerders, financierders, mensen die met financiële injecties komen, dat het veelal zijn bedrijven of organisaties niet afkomstig vanuit de regio, maar afkomstig vanuit Noord-Amerika en de rijke, zeg maar grote internationale organisaties. De vraag concreet is, welke stem kan CARICOM dan hebben? Want om het maar dichter bij huis te brengen, als iemand je steeds weer een fee geeft, uiteindelijk ben je verplicht die mensen taal te spreken, toch? Nou kijk, wederom, we moeten onszelf respecteren, onze eigen waarden en normen. We weten dat CARICOM als een groep van landen nauwelijks 12 miljoen mensen, 14, 15 landen, afhankelijk van hoe je telt, in die wereldgemeenschap qua militaire macht, qua economische macht, eigenlijk niet telt. Precies. Maar wat CARICOM wel heeft, en daar moeten we dus op focussen, is we hebben toch wel wat aan te bieden. Wat te brengen, wat ik altijd zeg, om op die tafel te leggen. Dat is een stukje solidariteit. Mm-hmm. We hebben 15 landen, 14 landen die stemrecht hebben. Dat is 8-9% van de wereld. Op het westelijk halfrond vertegenwoordigen we substantieel deel van het lidmaatschap van de OAS. Ja. Wij zouden, als we onze visie goed uitdragen, daar een belangrijke rol in kunnen spelen. We hebben een democratische traditie in deze regio dat als voorbeeld kan gelden voor andere landen die nog steeds toch wel struggelen met democratie, rechtsstaat, mensenrechten. Dus er is een morele bijdrage die CARICOM kan leveren. Nu moet je in staat zijn als een goede onderhandelaar om dat op tafel te leggen en te zeggen oké, dit is onze bijdrage. Uh-huh. En wij verwachten, dus het is dus niet alleen van één kant en dat per se jouw taal moet praten, het is een give and take. Dat is die smart diplomacy die we moeten voeren. Daarom sprak ik ook eerder over wat is het doel van CARICOM. Hoe willen wij ons positioneren als CARICOM? Ik ben ervan overtuigd dat CARICOM veel meer met elkaar moet werken. Uh-huh. Nu gaan we twee landen hebben, Guyana en Suriname, die enorm veel inkomsten zullen hebben. Wij gaan harder willen gaan dan de andere CARICOM-landen, dan de andere 12 CARICOM-landen, omdat wij meer mogelijkheden hebben. Er gaat meer interesse zijn voor Suriname en Guyana over een 20 jaar, over een 5 jaar al. Nou, hoe gaan we dat inbrengen om onze broeders in CARICOM-verband ook mee te trekken? En dat kan alleen maar als we samenwerken. En ik denk dat het niet helemaal waar is dat het alleen Noord-Amerikaanse bedrijven zijn. Er zijn ook andere bedrijven in de regio die geïnteresseerd zijn om hier in die oil- en gassector om een bijdrage te leveren als toeleveranciers. Trinidad heeft enorm veel ervaring. Ja. In Guyana heeft men een stukje ervaring nu opgedaan. Wij zijn veel verder, denk ik, in termen van onze mogelijkheden, onze aanpak. En ik denk dat wat dat betreft we goed moeten ons goed moeten positioneren in het regionale om die rol te vervullen. Maar dan moet je dat ook willen. Ja. En ik ben heel duidelijk daarin geweest dat we gaan proberen Surinamers
te positioneren in leidinggevende posities. Anders sta je weer erbuiten. Ja. Dus dat betekent dat we bij het CARICOM-secretariaat dat we toch een Surinamer daar in de top moeten hebben. Absoluut, we hebben al een Surinamer in de top als mevrouw Soeknandan. Ja. Maar minister, hoor ik u zeggen dat alle CARICOM-landen als één blok moeten optrekken? Absoluut. Wanneer het gaat om politiek en diplomatie, dan heeft het absoluut geen zin om die 14 stemmen die je hebt te verspillen door in drie blokken uit te vallen. Dan tel je niet meer mee. Oké. Nog een ander ding, als we praten over CARICOM, dan willen we praten over CARICOM Single Market, want Suriname heeft nogal veel uitdagingen op dat stuk. Hoe denkt u daarmee om te gaan? Want ik hoor mensen al zeggen, ja, we willen als één blok optrekken binnen CARICOM, maar we kunnen onze eigen producten niet afzetten op die markt. Hoe gaan we dan verder? Nou kijk, één met markten openbreken, 12 miljoen is een hele kleine markt. Ja. We hebben concurrentie, want je hebt een goed ontwikkelde productiestructuur in Jamaica en in Trinidad. Zij zijn veel verder in dat opzicht. Dat betekent niet dat wij niet kunnen concurreren, maar dan moeten we wel voor zorgen dat we echt in staat zijn te concurreren. Dat betekent goede toegang tot via de zee tot die markten. Die hebben we niet op dit moment. De prijs moet de juiste zijn, onze kwaliteit moet er zijn. We moeten in staat zijn regulier en in de vaste hoeveelheden die afgenomen moeten worden ook te leveren. Dus er is wat huiswerk te verrichten aan onze kant. Mm-hmm. Het is een investering in de toekomst. En ik vraag aan het bedrijfsleven om daar heel actief in te zijn, omdat het niet vanzelf gaat komen. Okay. Er moet beleid zijn, er moet de willingness zijn om te investeren. Er is een mooie Nederlandse uitdrukking, de kosten gaan voor de baat. Ja. Dat is precies zo. Mm-hmm. Je gaat moeten investeren. En wij gaan proberen daarin ondersteunend te zijn. Mm-hmm. Oké, okay. Tot slot minister, als we nog even blijven bij dat van CARICOM. Trinidad heeft altijd zo'n beetje een voortrekkersrol vervuld in het geheel. Nu komt er een beetje concurrentie, want Suriname en Guyana. En ik ben heel blij daarmee. Dus dan daarachter te komen. Hoe ziet u dat werken, tot slot? Nou, wederom, we moeten niet arrogant worden zoals sommige landen zijn geworden. Ja. Ik heb midden erin gezeten. Ik heb ook op afstand, toen ik bij de OAS zat, ook met de regio gedeeld. Kijk, leiderschap demonstreer je door ook tegelijkertijd humble te zijn. Ja. Dus nederig en je plaats kennen. Mm-hmm. Het is niet dat je moet demonstreren per se dat je de leiding hebt. Ja. Maar wij moeten wel twee dingen doen. Wij moeten visie ontwikkelen over 20, 30 jaar. Periode. En ik denk dat we dat aan het ontwikkelen zijn en die visie ook wel hebben. En ten tweede, je moet het kunnen uitvoeren. Ja. En dat betekent dat je individuen moet hebben die geplaatst kunnen worden op die verschillende sleutelposities en die dat ook kunnen uitdragen. Daaraan werk ik. En als ik zeg van over 5 jaar, want dan wil ik dan over die korte termijn praten, dan wil ik een Suriname zien dat 1 in de wereld bekend is, 2 gerespecteerd wordt. Waar men zegt van, dat is een land waar ik wil investeren. We zijn een klein land, laten we dat ook niet vergeten. Het is 600.000 mensen. Maar wij gaan wel ervoor moeten zorgen dat we met technologie, met een knowledge, wetenschappelijke basis, met knowledge society in staat zijn, toch die Surinaamse samenleving zodanig te ontwikkelen dat het voor lange tijd zo blijft. Dat is de verplichting aan de toekomstige generatie. Ja. Dat is de verplichting aan de toekomstige generatie. En dat zijn woorden van minister Albert Ramdien, die de scepters waait op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Minister, mag ik u bedanken voor uw komst en heel veel succes toewensen. Dank u wel. En het mooie werk waarmee u bezig bent. Samen. Ja, dank u wel. Inderdaad. We zijn aan het eind gekomen en mijn naam is Cedric Spier. Ik groet en ik zeg tot volgende week, donderdag.